one. Oh, shit. Sorry, boys. Three, two, one, and lift off. Come on. Buonasera, beste wereldbol. U kijkt naar een boven alle grenzen uitstijgende TV-touché waarin ook vanavond weer volgende onderwerpen niet worden behandeld. De Andrew Sisters terug van weg geweest. Eindelijk ook braaien voor kleurenblinden. Het stempellokaal van Rome overgebracht naar de andere oever van de Tiber. Is er dan toch nog hoop voor Nixon? Lid van Greenpeace houdt 3 uur lang kernafvalvaten in natuurlijk evenwicht. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is nu de mooiste van Engeland? Wiener zengerknapen bezinnen zich over hun toekomst. Zijn de Zwitserse banken nog wel veilig? En westerse gewoonten dringen nu ook door in Zwart-Afrika. Wij starten deze uitzending in Israël. Meer bepaald in het dorpje Bethlehem. Weet u het nog, in het jaar 0 voor Christus? Van de tweeling naar de boogschutter is maar een kleine stier. En die brengt ons, hoe kan het ook anders, bij de sport. Het belangrijkste bij sport is rust en concentratie. Geen seks voor de wedstrijd, wel tijdens. En de kunst is dan ook om dat voor het publiek te verbergen. En daar is dit Deense echtpaar prima in geslaagd. Verder mag men ook niet uit het oog verliezen dat turntoestellen geen speelgoed zijn. U weet, dames en heren, dat de Fransen naast zijn pas, chouette en drôle ook nog vreselijk lui zijn. Ze zweten zich een Middellandse Zee bij elk spelletje pétanque. Steeds weer die zware ballen met een air de lucht ingooien, quel boulot. Maar daar hebben ze nu wat op gevonden. Veel meer dan pétanque blijft er voor de Franslui trouwens niet meer over. Hun leider, François Mitterrand, kan het in La Douce France niet meer hard maken. De reden daarvoor ligt dan ook voor de hand. De laatste tijd verwaarloost hij zijn taak en verbeuzelt zijn tijd aan onzinnige nevenactiviteiten, zoals... 1. Het beschadigen van jonge plantjes. 2. Het zich ophouden in gezelschap van pantoffelhelden. 3. Het zich in het buitenland laten doorgaan voor J.R. François stapelt de ene storende fout op de andere. Hij veegt de etiketten aan zijn socialistische voeten. Zo is dat. Toen hij onlangs de troepen schouwde, bekloeg hij er zich over dat de fallussymbolen ook niet meer zijn wat ze geweest waren. Maar het bondst maakte hij het bij het bezoek aan België, waar hij samen met Boudewijn de kans zag zich van de echtgenotes te verwijderen. Le quartier du Nord, s'il vous plaît. Buitenland. Meer bepaald de Volksrepubliek China, waar men deze middag met het jongste partijcongres begon. Vooral bij de partijtop ging het er weer erg levendig aan toe. De tijd van toen, herinneringen aan leuke liedjes, liedjes uit vervlogen tijd. We ontruimen even het programma en maken plaats voor onze sponsors.
Afghaanse windhond. Het toonbeeld van uitgekiende aerodynamica. Rapper dan de wind, een orkaan van kracht. Een tyfoon van pure snelheid. Waarom loopt de Afghaan zo snel? Omdat dit pistool in Rusland werd gemaakt. Made in Russia. Afghaan is ons vak. Today I'd like to propose an idea to you. Bam 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 bam. Als je zand wil strooien in andermans ogen, moet je beschikken over stralend witte tanden. Elke dag poetsen. Maar waarmee? Signaal, Pepsodent, Aquafresh, McLean's, Blendamet, Ultra Bright, Climdent, Tinogensil, Fluoril, Prodent. Zand erover, want er is een nieuw product. Wij doen de test. Links een kameel met de gewone tandpasta, rechts een kameel met de onze. Beide zijn aan elkaar gewaagd. Het wordt een verbeterde strijd, een festival van fluor en pepermuntsmaak. En wat zien we? Inderdaad, ons product dwingt het andere op de knieën, omdat het nucleair geactiveerd is en de hele dag blijft schuimen. Ronnie Camel, witter dan het Witte Huis. En nou? Und jetzt. Et maintenant? TV Touché Passé. TV Touché Passé, een reeks waargebeurde documentaires over de jeugd van supersterren. Vandaag Johannes Paulus II, geboren Karel Wojtyla. Diep in het vasteland op nauwelijks 314 Poolse boogschutten van Warschau. Diep in de vreselijke hongerzomer van 1924. Diep in de buik van zijn moeder sluimert een knaapje, waarvan de wereld nog zal horen en vooral zien. Zijn vader, een freelance journalist bij de Pravda, smeet immers het ijzer terwijl het heet is. Door het harde labeur is hij al een tijdje aan het eind van zijn Latijn. Habemus Papam. Karel Wojtyla is geboren. Zijn vader zou later over hem zeggen: Marchesnu, Pachewski Derzhenje. Wat in het Nederlands zoveel betekent als in het Pools. Gesterkt door bitterfoetkoeken en Ovo Maltine, groeit de jonge Karel op tot een flink uit de Poolse kluiten gewassen onuitstaanbare deugniet. Een pester van het zuiverste ras. De schrik van het dorp. Het gezin Wojtyla vindt zijn gading in een zak tweedehands spullen uit West-Europa. Voor moeder een zwierige Charleston-hoofdband, voor vader een lang speelplaat van 150 jaar Wilferdi. En voor de kleine Karel een verblindend mooi kostuumpje dat hij voor geen goud ter wereld meer zal afstaan. Maar er ontbreken hem nog een paar attributen. Kleine Karel is nu volledig geëquipeerd en maakt dan ook kennis met de liefde. Fatima heet ze. Die moet ik hebben, denkt Karel. 6 jaar en nu al topless. Hij wil haar een gouden ring schenken, maar die zit helemaal bovenaan in de Amerikaanse fruitdoos. Er zullen dus heel wat floppies nodig zijn. Kleine Karel vindt dat het doel de middelen heiligt en verdient zijn geld dus op een linke manier. Berooft hij een jonge militair van zijn schamele soldij. Het blijkt later om de 18-jarige Jaruzelski te gaan, die deze vernedering nooit vergeet. Het grote ogenblik komt dichter.
Zelfs van de wereldse lusten des vlezes maakt kleine Carol handig gebruik om zijn droom te verwezenlijken. En inderdaad, op een doordeweekse zondag is het zover. De ring van Fatima. Maar zoals zo vaak is de liefde een struikelblok. Angstvallig zoekt kleine Carol de ring. Vindt hem en toont hem aan Fatima. Maar helaas. Teleurgesteld promoveert kleine Carol zichzelf tot celibatair en denkt na over zijn verdere toekomst. Welk beroep wil hij later uitoefenen? Zorro. E.T. Hypnotiseur. Of privédetective Columbo. Kleine Carol kan niet kiezen en beslist dan maar alles tegelijkertijd te worden. Paus dus. Met wereldbollen en atlas op de arm ruilt hij de werkelijkheid voor een fulltime job in Vaticaanstad. Over water wandelen is ten heden huidige dagen knap gevaarlijk voor de voeten. En de oorzaak kent u. Acid rain, of zoals de Engelsen het zeggen, zure regen. In het Poolse Polen is zelfs de menselijke urine aangetast. Terug over de kleine plas. In het scheve, maar o zo Schotse Schotland kan men met zijn grote plas nog altijd terecht in de vrije natuur, net zoals bij ons trouwens in de Condros. Meneer! Dank u wel, merci. En dan nu van de mistige Condros naar het rokerige Libanon. Want net zoals in zoveel landen heeft ook in Libanon de morgenstond goud in de mond. Straks pikken we opnieuw de draad op voor een groot stuk Brittannië. Nu eerst een ferme flart publiciteit. Waar kan je nog eens lekker relaxen? In aangenaam gezelschap en sans gêne, waar drink je de pittigste longdrink voor het zachtste prijsje? Waar vind je de beste gigot, de heerlijkste bourgogne, de langste kaarsen? Waar is de service en de rekening comme il faut? Waar zijn de nachten lang en warm en van satijn? Waar wordt een droom werkelijkheid? Schrijf of bel het ons.
de opleiding van onze jonge rijkswachters besteden we enorm veel aandacht aan eerste hulp bij ongevallen. Omdat we mensen in nood moeten kunnen verzorgen, hun pijn verlichten, hun leed helpen dragen. Dat is de edele taak die ons is toebedeeld. Charles is niet vermeld bij de best geklede heren van dit jaar. Zijn broer Andrew daarentegen wel. Terecht, aldus zijn ex-vriendin en pornoster Co Stark. Zij vindt dat hij zich goed kleedt en vrij snel nog wel. Diezelfde kanaaleilanden zijn beroemd om hun clevere onderwijsmethodes. Een verslag nu vanuit St. Swinton upon Stratford-on-Avon, waar Albert Shivering het vandaag met zijn leerlingen heeft over Amnesty International. Amnesty International protects people all over the world against dictators, physical torture, suppression and moral cruelty. One more time. Amnesty International protects people all over the world against dictators, physical tortures, suppression and moral cruelty. So what is Amnesty International? Amnesty International protects people all over the world against who? Against dictators, physical torture, suppression, and what? And moral cruelty. Ja, over amnestie gesproken. Maar kent u het toppunt van amnestie? Duitse herdershonden met jodensterren. De Franse taal is voor de Britten altijd een hot hangijzer geweest. In hun BBC-netten spartelt het van de Franse taallessen. We tonen u een fragment uit les 2 van zo'n cursus. Comme si. Comme ça. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bernadette. C'est mon nom. Et voilà, Alexandre. Bonjour. Alexandre, comment t'appelez-vous? Je m'appelle Alexandre. Bonjour, Bernadette. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Voici ma main. Elle s'appelle Christophe. Bonjour, Christophe. Avec Christophe, je tape Bernadette sur la gueule. Bonjour, Christophe. Maintenant, je vais lui arracher sa blouse. Ma blouse. Pendant qu'il arrache ma blouse, je vais lui donner un coup sur son... Zizi. Bonjour. Bonjour. Dag in, dag uit worden wij geconfronteerd met kernraketten, althans met discussies daarover. De vredesbeweging zingt zich moed in met We shall overcome, all you need is love and give peace a chance. Maar komen die raketten er? Dat is de vraag. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ook waaiend in de wind zijn de vrouwen die nu al bijna 2 jaar kamperen in het Engelse Greenham Common. Ze hebben hun tenten opgeslagen voor de draadafspanning van het militaire domein waar de eerste kruisraketten staan. Eén kleine onoplettendheid kan dan ook steeds groter wordende gevolgen hebben.
Ons Belgisch ministerie van Defensie wil nu wel eens te weten komen hoe zo'n Pershing 2 eruit ziet en hoe men ermee kan leren vliegen. Daarom bracht een delegatie afgelopen week een bezoek aan premier Margaret Thatcher. De ijzeren lady kreeg het hard te verduren. Not yet, mevrouw Thatcher. Yet. Pardon. Margaret eist van de Belgische regering een verontschuldiging. Premier Martens moet morgen al de jetfoil op. Eens, in het regelmatig kloppend hartje van Londen, dook hij onder en bezocht een unieke hoedenwedstrijd voor vrouwen. De grote favoriete daar was Jamie Tits Kentucky, met een hoed waarop men Buckingham Palace kan zien en de Big Ben. Jamie Tits Kentucky scheen op een overwinning af te stevenen, maar moest lijdzaam toezien hoe in de ultieme seconden de trofee toch nog ging naar Queen Elizabeth zelf, met een schitterende creatie van het Colosseum van Rome. Congratulations. En dus de hoogste tijd om nog enkele publicitaire spots op u af te flashen. Jong, je wou wel eens wat, maar je vond nou niet bepaald je draai. Speciaal voor jou, nieuw uit Latijns-Amerika. Uno, dos, tres, cuatro. Funebras do Brasil. Je sterft maar één keer, maak er wat van. Ga op avontuur, ontdek een nieuwe wereld met Zipper. Dankzij de infrarood afstandsbediening opent de Zipper elke rits in uw omgeving. En druk op de knop en... Zipper. Loont het echt wel de moeite? Honderden kruisjes en toch geen Frankrijker worden. Zoals deze eenvoudige arbeider en win met slechts één kruisje 10 miljoen plus een reis naar Oslo met de Nobelprijs, het kansspel voor de kleine man. En dan nu derde wereld. In Bangladesh ging een groep van 2000 studenten in hongerstaking. Het is daar niemand opgevallen. En in dit niet-koloniale tijdperk vergeten we vaak dat er zich in diezelfde derde wereld nog steeds duizenden missionarissen bevinden om de noden van de arme bevolking te lenigen. Een reportage. De Zuid-Noord-dialoog naar de Oost-West-verhouding. En die verhouding loopt wel eens spaak, vooral wanneer, zoals uit de volgende beelden blijkt, men de Russe Gromyko voor een moeilijke keuze plaatst. Coca-Cola? Gelukkig is Gromyko nu van één ding overtuigd. Het neonazisme heeft zich in Duitsland lelijk verslikt. Het was de vorige keer in Moskou, het is deze keer in de United States of America. Volgend jaar, met de zomer, zijn ze er weer. Niet wat u denkt, maar wel de Olympische Spelen. Het is bijna januari en de fakkelloper met de Olympische vlam is nu reeds onderweg van Athene naar Los Angeles.
is het nog een goed half jaar voor het eerste startschot de azuurblauwe hemel van de nieuwe wereldse westkust zal doorklieven. Maar de commerciële Amerikanen maken nu reeds propaganda voor Los Angeles met dit reclamefilmpje. Los Angeles welcomes you to the American Olympic Games 1984. LA is a city of 5,748,227. Sorry, 26 extremely aggressive people and is worldwide known over the whole world. LA is famous for its dead chickens, its wild Los Angeles eating Chinese hamburgers, and its black and white minstrel shoes. Die Amerikanen. Toch hebben ze reeds voor miljarden aan televisierechten verkocht. Niet in het minst omdat bijna alle landen verwachten dat deze spelen gewoon te gek zullen worden. Een vooruitblik. Een goeie namiddag, beste sportliefhebbers vanuit het Dolly Parton Stadion in Los Angeles. De Griekse atleet zal nu met zijn fakkel de Olympische Spelen 1984 doen ontvlammen. 30 dan naar de 110 meter horde met hier de Japanse Yasuko Moto, Denemarken, Friesland en Nieuw-Zeeland. Ready? Heeft u ze allemaal netjes in beeld? Een zwakke start van de Japanse, maar ze verdedigt zich kraam. Geweldige techniek. Nee, ze haalt het niet. De verspringer is begonnen, Mark, met Dingo Roberts uit Australië. En deze man kennen we, Alex Kortizonek, de 24-jarige steno-dactylo. Zijn ouders komen wel uit Ecuador, maar omdat hij zo goed kan hamerslingeren, werd hij Bulgaar. Hij heeft hier problemen. Ja, inderdaad, hij zit helemaal opgesloten in de kooi. Maar in 1988 zijn er opnieuw Olympische Spelen. Over dan maar naar de 4x100 meter. Hier zijn we bij de eerste stokwisseling. En waar blijft de stok van Griekenland? Hoogspringen met de eerste poging van de Ierse Ulrike Joyce over 1,98 meter. Als die lat blijft liggen, zou dat mooi zijn. En ze blijft liggen. Prachtige prestatie. En hier zijn we bij een Ier, Mark. Het is Sean Paisley. Prachtige worp. Bijna 80 meter. Het koninginnenstuk van deze Spelen, de 100 meter spurt, met als absolute favoriete de Russin Olga Moermansk. U krijgt ze dadelijk in beeld, hier is ze. Helemaal links loopt ze en ze ligt al 3 meter voorop. Ik zie niet goed in wie de Russin nog kan tegenhouden. Haar baan lijkt af, typisch Amerikaans. Ja, en het zijn vrouwen, dus even poseren voor de fotofinish. En dan zijn we nu aan het speerwerpen toe. Een mij onbekende Tsjechische. Een goede afzet. Ja, toch 30 punten. Dit lijkt wel het kogelstoten. Ja! Ja, ja, iets verder dan daarnet. En dat zijn dan de laatste meters van de 5000 meter voor gentlemen. En terwijl die beslissen wie eerste wordt, is ook de 3000 meter stiepel bezig met 3 leiders die gemakkelijk de hindernis nemen.